Vice-president Ronnie Brunswijk heeft samen met minister Gracia Emmanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport een bezoek gebracht aan de Centrale Markt en Vreedzaam Markt. De marktverkopers deelden hun problemen met de beleidsmakers. De vice-president vond het belangrijk om samen met minister Emmanuel een bezoek te brengen aan deze twee markten. De bewindsvrouwe was vergezeld door een delegatie van regionale ontwikkeling onder wie de markten vallen. Het bezoek van de autoriteiten was in het licht van oriëntatie en om de marktverkopers aan te horen over zaken waar zij ontevreden over zijn. Het was meer gesprekken met de mensen, maar nog meer om de knelpunten van de mensen zelf te horen. Ja, het meest gevraagde wat de mensen hebben aangehaald. Nou, ze hebben aangegeven dat het niet lukt. Eerste plaats lukt het even niet met de verkoop, omdat de meeste, enkele van de venters zijn langs de weg. En die willen ze graag binnen, zodat de kopers richting de markt komen, zodat ze ook wat kunnen verdienen. Wat gaat de regering doen met deze informatie? Hoe gaan jullie beleid uitstippelen? Nou, in ieder geval, de informatie was ons bekend. We zijn bezig met een plan van aanpak om de mensen ook zo ver te krijgen om in de markt hun waar te verkopen. Binnen hoeveel tijd wil het ministerie verandering hierin? In ieder geval voor eind van het jaar. De districtscommissaris van Paramaribo Noordoost, Ricardo Bolla, zegt dat er constant wordt gewerkt aan de verbetering van de markten. Sowieso zijn er volgens hem nog zaken die aangepakt moeten worden. Maar er zijn in de afgelopen periode veel stappen ondernomen om vooral de hygiëne van de markten te bevorderen. Tijdens de ronde onder de markten hebben de verkopers ook geroepen voor betere water- en stroomvoorziening. DC Bolla zegt dat voor de renovatie van de Vreedzaam Markt er reeds sponsoren in zicht zijn. Dit zal veel werk zijn, maar over een paar maanden moet de Vreedzaam Markt er anders uit gaan zien. Dus als de mensen roepen dat ze nog meer water willen, dan gaan we natuurlijk extra waterpunten aanbrengen. Als het gaat om verlichting, heb je gezegd. Ik heb een groot plan met de Vreedzaam Markt. Ik wil eigenlijk de Vreedzaam Markt structureel, dat wil zeggen duurzaam, gaan verbeteren. Ik heb een plan om de markt helemaal te renoveren. De markt was heel erg donker toen ik als districtscommissaris aantrad. Ik heb ervoor gezorgd dat we de afgelopen maanden maar liefst 250 TL-buizen hebben vernieuwd. We hebben gezorgd voor stromend water. We hebben gezorgd dat de toilettengroepen weer goed functioneren. We zijn er nog niet. Ik wil nog meer toiletten bouwen. U heeft gezien een stukje veiligheid. U weet, er wordt vaak ingebroken ook op de markt. En dat kost ook een hoop geld om te zorgen dat er adequate bewaking is. De autoriteiten zeggen een open oor te hebben voor de problemen van de marktverkopers. In de afgelopen periode is er veel gewerkt aan de ordening van de markt. Zodoende staan er minder mensen met hun waar langs de straten rond de markt.